los. En Kijkenzaal, dit is nummer 1, Ruud Boy, die gelijk de leiding heeft. Op de voetbal door nummer 60, Arno Kriek. Wat een spanning, wat een lawaai. En hoe gaat het in de bocht? Daar Ruud Boy, maar ze weten dat de nummer 16 uit Mariënvelde, die wil proberen te blijven aankrampen bij de bende. De bende is dus op dit moment de kampioen. Hij gaat aan de leiding in het kampioenschap. Op de nummer 30, de gebroeders Schiep worden zo dadelijk waarschijnlijk overstoken door de mannen, de Vieverol uit de Bolde. Ja, dus Marcel in Hogenbosch is steeds blij uitgekomen, maar nog geen gaat heeft gevonden. Oeh, die duivel is er ooit in te halen. En dan in de Noordbosch een zuurpool van Marcel in Hogenbosch. Dit vooral die mannen en door wat je wilt. En de Canadian fan, Jurgen Dieter, stil en grote dag liggen op het glas. En dan lijkt het nu dat als je de Haagsberg aan deze kan worden op hier. Want wie kan nu overstappen? Hij is in de graag met de raakgeleven. Maar ook daar heeft hij een verkeerde verloren. Maar de mannen uit Wekerom, de mentorcoaches proberen de mannen, de piloten van Wekerom, tot rust te gaan manen. Maar het lijkt erop dat nu alweer met nog twee ronden wedstrijd Ruud op zoek is naar 20 volle punten. En dan zit hij hier alweer. Maar de mannen van Zuid en die glimmende bolide proberen nu aan te klammen met de nummer 33, de Vieverol uit de Noord-Oostpolder. En dan Tim Beerten, ook van het Oranje Legioen, zit er nog steeds bij. Laatste ronde, Dernier Doer, Maaslip, laatste route is in te gaan. En het lijkt erop dat er hier een alles op is. Het wordt natuurlijk een bloedstollende strijd de komende uren hier in de Tietje. Maar natuurlijk heel Friesland, die heeft al geluk met de finale wedstrijd. En zo is dat deze. Al die matadoren die uit Oost, Zuid, West en Noord-Nederland zijn gekomen. Uit Luxemburg, België en Duitsland. Die zijn bijzonder blij dat ze hier te gast mogen zijn in het gastvrije Friesland. Hier in uw Tietje. En natuurlijk. De meeste schoonmoeders hebben inmiddels de pyjama uitgedaan, de rimpelcrème opgedaan en...